In deze les gaan we een kimono patroon tekenen. En dit is gelukkig een makkelijke patroon om te tekenen. Het bestaat eigenlijk merendeels uit een aantal opstellijnen die hier en daar verder uitgewerkt moeten worden. De kimono patroon die we gaan maken heeft zowel het voorpand als achterpand in één. Het worden dus geen twee losse patroondelen waarvan de één dan het voorpand zal zijn en het één het achterpand. Ze zullen dus allemaal samen in één patroon zitten. En dit is mogelijk omdat er in zowel het voorpand als achterpand niet echt heel veel verschil in zit. En straks voor het uitknippen op stof hoeven we eigenlijk voor de rest niks verder aan te passen om verschil te maken of onderscheid te maken tussen de twee patroondelen. De afmetingen die we zullen nemen om de kimono patroon te maken vind je voor de rest ook in het tekstgedeelte van deze les. En wil je van deze afmetingen afwijken, dus bijvoorbeeld iets groter maken of iets kleiner maken, dan is dat zeker ook geen probleem. Dus zo zou je de kimono patroon ook veel smaller kunnen maken of de mouw iets korter of langer kunnen maken. Allereerst begin ik met een haakse opstellijn. In dit geval dan aan de linkerkant van mijn papier. Ik leg mijn liniaal zo recht mogelijk tegen de kantlijn aan. En ik ga nu een lijn maken. En de lengte van dit lijn is tussen de 55 en de 65 centimeter. Dit lijn heeft straks ook betrekking op de lengte voor onze mouw. Dus wil je een wat kortere mouw, ga je voor de 55. En de langste mouw in dit geval dan 65 of langer. Dus ik denk dat ik zelf ga dan voor 60 centimeter. Vanaf hier gaan we vervolgens 30 à 35 centimeter naar beneden. En dit afstand heeft straks ook weer betrekking op de wijdte van de mouw. Dus wil je dit wijder hebben of minder wijd, dan kan je dit afmeting natuurlijk ook aanpassen. Dus ik ga hier zelf voor de 35. Want ik hou wel van een wijde mouw. En vanaf hier ga ik een korte doorbroken lijn tekenen. Zo. Dit ga ik straks langer maken, maar voor nu hou ik hem even kort. We gaan nu de totale lengte voor de kimono uitzetten. En hiervoor moet ik natuurlijk papier iets verder omhoog schuiven. Ik heb hier een lengte genomen tussen de 80 à 100 centimeter. Dus 80 zal in dit geval dan iets korter zijn en 100 centimeter iets langer zijn. Ik ga hier zelf een lengte uitzetten van 85 centimeter. Dus schuiven we dit allemaal iets verder omhoog. Ik meet nu dus vanaf mijn eerste lijn helemaal bovenaan. En meet hier dan 85 centimeter af. Ja, en ook vanaf hier teken ik een lijn. En onze lijn zal tussen de 35 à 40 centimeter worden. Ik denk dat ik hem dan hier hou op 35 centimeter. Ja, neem je 40 centimeter, dan wordt het natuurlijk allemaal iets breder en iets ruimer. Dus voor een maatje meer kan je gaan voor bijvoorbeeld 40 centimeter. Vanaf hier gaan we een rechte lijn omhoog tekenen. En dit lijn gaan we tekenen tot aan onze doorbroken lijn. Die we in het midden van de patroon of ergens in het midden van de patroon hebben uitgezet. En hier hebben we onze doorbroken lijn, wat we nu kunnen doortrekken tot aan de lijn in de zijnaad.
De doorbroken lijn gaan we nu doortekenen. En ik teken hem niet te ver door. Ik ga nu vanaf de bovenkant, vanaf de bovenste lijn, weer haaks op dit lijn een rechte lijn naar beneden tekenen. En dit is eigenlijk het mouwgedeelte van mijn kimono patroon. We gaan nu verder met het halsgedeelte van het patroon. En dit zal dan het achterste gedeelte van de hals worden. Zoals eerder aangegeven worden voorpand en achterpand in één getekend. Dus hier gaan we 3 centimeter naar beneden. En op onze bovenste lijn gaan we 7,5 à 8 centimeter rechtsop meten. En ik gebruik nu deze 2 punten om de halsronding te tekenen. Dus dit is het gedeelte voor de hals. Dus dit lijn hier komt te vervallen. Vanaf hier ga ik een schuine lijn tekenen tot aan dit getekende doorbroken lijn. En ik teken vanaf de hals helemaal tot aan het midden voor. En dit is het hals dan voor de voorkant. Even weer terug naar de onderkant van onze mouw. Daar waar de hoek zit. En waar de onderkant en zijnaad, of onderkant van de mouw en zijnaad samenkomen. We gaan dit hoek hier wat ronder tekenen. Wanneer we hier echt een hoek in houden, dan wordt het naaien ervan heel lastig. Dus op de onderkant van de mouw meet ik hier 4 centimeters op. En de zijnaad vanaf de hoek ook weer 4 centimeters. En dit zal ik even met een rode lijn tekenen. En hiermee gaan we de onderste gedeelte van de mouw ronder maken. Je zou dit ook wat verder uit kunnen zetten dan 4 centimeter. Zou eigenlijk ook makkelijk 5 à 6 centimeter zijn. En hiermee hebben we het onderste gedeelte van de mouw wat ronder gemaakt. Wat het uitknippen en straks ook het maken ervan een stuk makkelijker moet maken. Onze kimono patroon is nu voor het grootste gedeelte klaar.